Welkom bij auto55.be. Vandaag hebben we het over de Fiat Tipo. Die is niet alleen opgefrist, maar is er nu ook in een trendy en stoere versie. Deze cross. In 2016 liet Fiat de Tipo los op het C-segment, de middenklasse. En nu, precies op schema, introduceert het een facelift van dat model. Hier aan de buitenkant omvat dat alles wat je van zo'n gemoderniseerde outfit mag verwachten. Van nieuwe velgen en kleuren, tot hertekende bumpers, lichten en een andere grill. Maar bij deze cross is er nog heel wat meer aan de hand. Door het recept van de Tipo bij te kruinen, surft Fiat hier handig mee op de populariteit van de crossover. Deze cross krijgt dan ook een specifiek uiterlijk met bumpers en dorpels die eruit zien alsof ze wel tegen een stootje kunnen, extra bescherming aan de wielbogen en dakrails. En door niet enkel met zwart, maar ook met zilver te werken, zoals bijvoorbeeld aan de buitenspiegelhuizen, oogt dat niet enkel stoer, maar ook nog elegant. Tegenwoordig gaat het crossover aspect vaak niet verder dan het steelpakket. Maar Fiat besloot om je echt meer vrijheid te geven door de ophanging te verhogen. Je hebt nu 4 cm meer bodemvrijheid. Eigenlijk maakt Fiat er al vanaf de Tweede Wereldoorlog een punt van om zijn wagens binnen het segment ruimte te bouwen. Deze Tipo is daarop geen uitzondering. Met mijn 1,78 meter heb ik alvast ruimte over en achter mij in de koffer is plaats voor 440 liter bagage. Deze cross onderscheidt zich van de andere Tipo's door zijn specifieke zetelbekleding. Het digitale instrumentarium, horizontaal georiënteerd infotainment display met Apple CarPlay en Android Auto zijn dan weer verbeteringen waar elke Tipo van profiteert. De Tipo is beschikbaar met twee diesels, een 1.3 met 95 pk en een 1.6 met 130 pk. Maar de ster van het aanbod is toch deze nieuwe 1 liter 3-cilinder turbo-benzinemotor. Die wordt gecombineerd met een handgeschakelde 5-bak en wekt 100 pk en 190 Nm op. In deze cross levert dat CO2-uitstoot op van 131 gram per kilometer. Voor we afronden nog even de prestaties van deze versie. Wel, de sprint naar 100 km per uur neemt 12,1 seconden in beslag en hij stoomt door tot 183 km per uur. De Tipo is er voor een breed smakenpalet. Zo bestaat hij als hatchback, berline en stationwagon. Fiat introduceerde onlangs nog een sportief aangeklede versie en voor wie mee wil met de SUV-trend is er deze cross. Die is er vanaf €24.250. Maar je kan al een Tipo mee naar huis nemen vanaf €17.050.